Waarom werkt een kompas wel op aarde en niet op Mars? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie van jullie heeft er wel eens het Noorderlicht gezien? Ik wil wel graag wat handen zien. Boff komt er. Het is heel erg speciaal om het Noorderlicht te zien. Want het noorderlicht is een manier waarop je het magneetveld van de aarde kunt zien. Nou, het noorderlicht ontstaat als er een grote uitbarsting is op de zon. En die zonnewind die komt naar de aarde en het magneetveld van de aarde buigt die zonnewind af. En hierdoor ligt onze atmosfeer op. Dus het oplicht van de atmosfeer dat zien we omdat het magneetveld de zonnewind heeft uh, afgebogen. En als het magneetveld er niet zou zijn, dan had die zonnewind al die geladen deeltjes, die zouden onze atmosfeer binnenvliegen en die zouden onze atmosfeer ook langzaam weg eroderen. Dus als het magneetveld van de Aarde er niet zou zijn, dan zouden we binnen korte tijd geen atmosfeer meer hebben. Dus het is van uiterst belang voor ons om op Aarde te kunnen leven dat we een magneetveld hebben. En Mars heeft geen magneetveld. En we denken dus ook dat een van de redenen waarom Mars geen atmosfeer heeft, dat, dat komt omdat Mars geen magneetveld meer heeft. Dus we weten hoe het magneetveld kunnen zien. We kunnen het zien met het Noordenlicht. Maar we kunnen het magneetveld ook voelen. Jullie hebben vast allemaal wel eens een kompas in je handen gehad, en een kompas wijst naar het Noorden. En een kompas wijst naar het noorden, omdat een kompas het magneetveld kan voelen. Het kompas wijst naar de Noordpool van het magneetveld. Jullie denken, ik heb helemaal geen kompas meer nodig, want ik heb mijn smartphone, mijn mobieltje die zegt al waar ik naartoe moet. Maar zelfs in al jullie smartphones zit een klein mini kompasje. Dus jullie gebruiken dagelijks een kompas om de weg te vinden. Nou, op de aarde werkt een kompas. Maar op Mars niet, want Mars heeft geen magneetveld. Nou, hoe komt het nu dat de aarde een magneetveld heeft en Mars geen magneetveld? Of waarom Mars eigenlijk geen magneetveld meer heeft, want Mars heeft wel een magneetveld gehad. Daar ga ik het in dit college over hebben. Nou, dan moeten we eerst natuurlijk weten hoe het magneetveld van de aarde eruit ziet. En dat kan ik heel mooi demonstreren met deze staafmagneet. Want het magneetveld van de aarde lijkt eigenlijk best wel op het magneetveld van zo'n staafmagneet. Dus ik ga deze staafmagneet hier neerleggen. En ik ga er wat ijzervijzel omheen strooien. En dan wordt het magneetveld zichtbaar. Dat ijzervijzel is eigenlijk net zoals die kompasnaald. En dat gaat in de richting van het magneetveld staan dat wij hier hebben. En wat jullie zien hier is dat de ijzervijzels een ronde lijn vormen. En Ze gaan van de Zuidpool naar de Noordpool van deze staafmagneet. En hetzelfde gebeurt op aarde. Het magneet van de aarde gaat ook in van die ronde cirkel, net zoals het een donut is, eigenlijk, van de Zuidpool naar de Noordpool. En je ziet dus ook dat het magneetveld wat sterker is naar de Polen en ook de aarde induikt. En daarom zien we bij de Noordpool het Noorderlicht. Maar de aarde is natuurlijk geen staafmagneet. Dus het magneetveld in de aarde komt niet omdat er een staafmagneet midden in onze aarde zit. De aarde heeft een magneetveld voor een andere reden. Nou, we weten dat de aarde gemaakt is van de bouwstenen die in ons heelal rondvliegen. De brokken steen die in ons heelal rondvliegen. En we zien op aarde meteorieten. En een deel van die meteorieten, dat zijn ijzermeteorieten. Nou, hier heb ik een stukje ijzermeteoriet. Het is maar een heel klein stukje, maar het komt omdat ijzermeteorieten heel erg zeldzaam zijn en ik moest al flink wat geld neertellen voor dit hele kleine stukje. En als ik een groter stukje had willen hebben, dan uh, was ik een beetje arm geworden. Dus ik heb hier een klein stukje ijzermeteorieten, want we weten dat er uit het heelal stukken ijzermeteorieten op aarde vallen. Weten dat als we een planeet vormen dat die opgebouwd is uit stukjes ijzer. En die stukken ijzer, als je een planeet vormt, die Ga naar het centrum van de planeet want het zijn de zwaarste stukken, de stukken metaal waar je een planeet van vormt en zo krijgt een planeet, in ieder geval een planeet die lijkt op de aarde, die krijgt een kern van ijzer. En een planeet ontstaat uit een grote vloeibare massa, dus die kern, die is in eerste instantie vloeibaar. Dus de kern van de aarde bestaat uit vloeibaar stromend ijzer. En dat ijzer stroomt zo makkelijk, net zo makkelijk als water. En dat stromende ijzer, dat is een andere manier om een magnetveld op te wekken. Dus onze aarde heeft een magneetveld omdat de kern uit stromend ijzer bestaat. Maar waar komt dan die energie vandaan die zorgt dat die kern blijft stromen en dat we een magneetveld opwekken? Nou, dat komt omdat de aarde ook een binnenkern heeft. De aarde heeft een vaste binnenkern. Nou, de aarde begint met een kern die helemaal vloerbaar is. Maar omdat de aarde afkoelt, Begint al langzaam het binnenste van de kern begint vast te worden. We noemen het bevriezen. Het is natuurlijk niet bevriezen, maar het is vast worden van dat ijzer. Dus in het middelpunt van de aarde wordt dat langzaam vast. En die binnenkern die is al een hele tijd aan het groeien. Die binnenkern die groeit met ongeveer een millimeter per jaar. En die binnenkern onthoudt, terwijl die groeit, hoe het magneetveld van de aarde er op dat moment uitziet. Dus wat we kunnen doen, is als we die binnenkern hebben, dan kunnen we eigenlijk die binnenkern afpellen als was het een ui. En die laagjes die dieper in de binnenkern zitten, die vertellen ons over hoe de aarde en hoe het magneetveld van het verleden eruit heeft gezien. En nou is de vraag, kunnen we die binnenkern dan bestuderen? Hoe kunnen we nou plaatjes maken van hoe die binnenkern eruit ziet? En dat is niet zo makkelijk, maar er is een hele mooie manier waarop je het kan doen. En dat is als je naar hele grote aardbevingen kijkt. Dit is iets wat ik heel erg leuk vind. Maar wat we doen is als er een hele grote aardbeving is... echt een hele grote aardbeving, magnitude 8,5 of zo... een immens, gigantisch grote aardbeving... dan gaat de hele aarde trillen als een kerkklok. De aarde galmt na als dat je een kerkklok aan hebt geslagen. En wat er eigenlijk gebeurt, is die hele aardbol... die wordt langzaam groter en kleiner. Het is een beetje wat de aarde aan het ademen is... Of misschien kun je je voorstellen dat je een ballon een beetje opblaast. En weer een beetje het lucht eruit laat. En weer opnieuw opblazen. Dat groter en kleiner worden, dat doet de aarde na een grote aardbeving. Nou, dat voelen wij mensen bijna niet. Want het is maar een hele kleine beweging. Maar seismometers kunnen dat meten. En hoe ik dat bekijk, is. Al die trillingen is eigenlijk net zoals een muziekinstrument. Het zijn al die trillingen zijn eigenlijk de verschillende tonen van de aarde. Dus door te kijken naar al die trillingen van de hele aarde is het net alsof dat we naar de muziek van de aarde luisteren. Dan nou heb ik hier een klokkenspel om dat te demonstreren. En als we daar de verschillende tonen uit laten komen, dan hoor je dat die tonen veranderen. Als ik ga van de langere staafjes met de lagere tonen naar de kortere staafjes, dan verandert die toon, die toon die wordt hoger. En hetzelfde kunnen we in de aarde toepassen. Door te luisteren naar de tonen die uit de aarde komen, kunnen we ontdekken waar de aarde een beetje anders is. Waar de vorm van de aarde wat anders is. Dus we luisteren naar die tonen en zo leren we over de aarde. En op die manier kunnen we dat hele kleine bolletje midden in de kern van de aarde bestuderen. En de manier waarop we dat doen is, is dat ik heb ontdekt door naar die tonen te luisteren, dat die binnenkern eigenlijk een beetje vals klinkt. En er is maar één manier waarop die binnenkern vals kan klinken. Dus ik haal die binnenkern eruit. En wat ik ontdekt heb, is dat die binnenkern niet één heel mooi bolletje is. Dan zou die mooi zuiver klinken. Maar die binnenkern die bestaat uit twee verschillende helften. En daardoor klinkt die een beetje vals. De ene helft is anders dan de andere. Dus als je die binnenkern in tweeën kan delen. En aan de ene kant heeft die binnenkern een ietsje lagere toon en aan de andere kant een ietsje hogere toon. Dat kan ik dus merken door naar die hele grote aardbevingen te kijken. Maar wat vertelt ons dat nou over het magneetveld van de aarde? Want eigenlijk willen we leren, willen we iets meer te weten komen over het magneetveld van de aarde. Nou, wat we denken is, en er zijn een heleboel theorieën waarom de binnenkern uit twee helften zou bestaan. En de theorie die ik wel heel erg mooi vind is dat we gezien hebben dat als we kijken naar het magneetveld van de aarde, dan lijkt het erop dat het magneetveld van de aarde aan de ene kant wat sterker is dan aan de andere kant. En nou is het precies zo. Waar het magneetveld van de aarde wat sterker is, is ook precies waar die binnenkern een ietsje hogere toon heeft. En dat is precies onder Azië. Dus als je onder Azië naar beneden gaat, daar zit die helft van die binnenkern die een ietsje hogere toon heeft. En als je kijkt onder Noord- en Zuid-Amerika, daar precies... Onder is het magneetveld is daar wat zwakker. En het blijkt ook dat daar de binnenkern een ietsje lagere toon heeft. Nou, hoe ze dat nou komen? Hoe wordt het magneetveld sterker of zwakker? Nou, het magneetveld wordt sterker als het harder stroomt. Dus wat we denken is dat waar die hoge toons onder Azië en waar het magneetveld ook sterker is, dat daar die buitenkern een stuk harder aan het stromen is. Hoe harder dat vloeibare ijzer stroomt, hoe sterker het magneetveld wordt. En als je kijkt naar het stukje onder Noord- en Zuid-Amerika, waar die, niet die storm staat, is eigenlijk een soort van windstilte. En daardoor is de kern daar anders. Dan kunnen we ook iets vertellen over het magneetveld in het verleden. Het is natuurlijk heel spannend dat er een storm moet in de buitenkern, maar hoe lang moet die storm daar nou al? Nou, dat kunnen we ontdekken door die binnenkern af te pellen als een ui. En we zijn gaan kijken naar hoe diep in die binnenkern wij die verschillen kunnen zien. Als je die binnenkern openmaakt, dan toen vonden we dat die verschillen eigenlijk alleen maar in de bovenste laag. Van de binnenkern zitten. Dus de binnenkern, de bovenste laag is verschillend. Nou, dat komt overeen met ongeveer de laatste 100 miljoen jaar. Dus die storm die woedt daar al 100 miljoen jaar in die buitenkern. Maar daarvoor waarschijnlijk niet. Dus we kunnen leren over het magneetveld van het verleden. Dus dat is hartstikke leuk. Maar is er nog meer dat we kunnen doen? We willen eigenlijk ook wel weten hoe sterk. Het magneetveld nou eigenlijk is. En we meten het magneetveld alleen maar aan het aardoppervlak. Maar hoe sterk zal het magneetveld nou in die uh, buitenkern zijn? Nou, dat is nog iets anders wat we daarvoor kunnen doen. Want het grappige is dat het magneetveld, de hele buitenkern is vloeibaar. Dat is natuurlijk geen enkele reden waarom die binnenkern vast op zijn plekje zou blijven zitten. En wat blijkt dat er gebeurt, is dat het magneetveld geeft die binnenkern een duwtje. Dus die binnenkern die gaat draaien. En die binnenkern die kan door dat duwtje ietsje harder gaan draaien dan de rest van de aarde. Dus we hebben die binnenkern die als een soort van planeetje binnen in onze aarde zit en die binnenkern die draait misschien wat harder. Nou, toen dat gesuggereerd werd dat dat misschien wel eens zou gebeuren, zijn er een aantal seismologen naar op zoek gegaan zo'n 20 jaar geleden en die vonden ook meteen dat de binnenkern harder draaide. En die zeiden: nou die binnenkern die draait wel ongeveer per 300 jaar een extra rondje. Dus dat is hartstikke veel die binnenkern die draait. Extra rondjes sneller dan de aarde. Nou, toen wij ontdekten dat de binnenkern uit twee helften bestond, hadden we een beetje een probleem, want in mijn uh, idee heb je die twee verschillende helften omdat er aan de ene kant een storm woed, en aan de andere kant niet. Maar als die binnenkern draait, dan kan die binnenkern helemaal niet twee helften hebben, want hij draait in de, voor de storm weer weg, eronder en weer weg. Dus toen zijn we opnieuw gaan kijken hoe dat nou zou kunnen zitten met die draaiing van de binnenkern. En wat we ontdekten, we zijn heel erg precies gaan kijken naar die grens tussen die twee helftjes. En we gingen kijken hoe die grens verandert als we dieper de binnenkern ingaan. En wat we vonden was dat die grens een heel klein beetje verschuift als je dieper die binnenkern ingaat. En aan de hand van die hele kleine verschuiving konden wij berekenen hoe hard de binnenkern aan het draaien is. En wij vonden dat die binnenkern maar één extra rondje doet in één. Miljard jaar. Dus dat is veel langzaam. dus die binnenkern krijgt wel een klein duurtje, maar een veel minder hard duurtje dan we eerst dachten. Ze dus kunnen allemaal hele spannende dingen leren over de uh, magneetveld van de aarde door dat hele kleine bolletje, die binnenkern, midden in de aarde te bestuderen. Nou, hoe komt het dus nou dat de aarde een magneetveld heeft? Ik heb het al gezegd, het komt omdat de aarde een vloeibare kern heeft en een vaste binnenkern. Nou, die binnenkern is nog redelijk klein. Ze dus duurt nog wel even voordat onze hele binnenkern. Uh, uitgegroeid is en die hele vloerbare buitenkern niet meer vast is. Maar als dat gebeurt, dan zullen we geen magneetveld meer hebben. Maar dat duurt nog wel een paar miljard jaar, dus hoeven we ons geen zorgen te maken. We kunnen nog wel even genieten van die bescherming van het magneetveld. Maar Mars is veel kleiner dan de Aarde. Het is een stuk kleinere planeet dan de Aarde. En dan bedenken dat Mars een zusterplaneet is van de Aarde op dezelfde manier gevormd als de Aarde. En we kunnen zien aan de stenen op Mars dat Mars ooit ook een magneetveld gehad heeft, maar nu niet meer. Nu kunnen we geen magneetveld meten op Mars. En we denken dat dat komt, want Mars is klaar en Mars is gewoon al afgekoeld. Mars is begonnen met een vloeibare kern, maar de vloeibare kern op Mars is inmiddels helemaal vast geworden. En daarom heeft Mars geen magneetveld meer. Daarom werkt een kompasnaald ook niet op Mars. En zo is Mars ook zijn atmosfeer kwijtgeraakt. De kans is groot dat Mars wel een atmosfeer gehad heeft, maar nu heeft Mars dus geen atmosfeer meer. Dit is natuurlijk een beetje een, klein, een kleine geofantasie. Ik weet natuurlijk helemaal niet zeker wat het zo is, dat Mars nu een vaste kern heeft en geen vloeibare kern meer. Maar hoe kunnen we erachter komen? Nou, het leuke is dat NASA van plan is om een seismometer naar Mars te sturen. En als NASA een 6 Meter naar Mars stuurt, en dat gaat waarschijnlijk in de komende paar jaar gebeuren, dan kan ik van Mars ook die tonen gaan meten. Ook die trillingen van Mars. En dan weet ik meteen of dat Mars een vloeibare of een vaste kern heeft. En dan kunnen we dus snappen of dat inderdaad Mars geen magneetveld meer heeft, omdat zijn hele kern vast is geworden. Ik ben natuurlijk van plan om nog een heleboel nieuwe dingen ook in de Aarde te ontdekken, maar als ik Mars. Kan gaan vergelijken de zusterplaneet van onze aarde met de aarde, ga ik natuurlijk ook een heleboel meer leren en begrijpen over de aarde. Dus ik ben nog wel een tijdje bezig. Dank jullie wel.